De Nederlandse schrijfster Miep Diekman krijgt vandaag een bordje op het Huis aan de Singel, waar zij van 1963 tot 1969 woonde. Ik wist al wel langer dat Miep Diekman hier gewoond had, maar ik had daar nooit iets aan gedaan. Maar toen verscheen er een artikel in het blad van de vereniging Oud-Dordrecht met een heel uitgebreid interview met Miep Diekman. En de aanleiding was heel leuk en de aanleiding daarvan verscheen er een stukje van Hans Berrevoets in De Stem van Dordt. En daarin schreef hij, wat zou het leuk zijn als we ook een herinnering aan Miep Diekman in Dordrecht hadden. En in de vorm van bijvoorbeeld een bordje op de deur van dat pand. Want dat pand stond ook genoemd, dat ze hier gewoond had, dat stond in dat artikel. En toen belde ik Hans Berrevoets en zei van, dat is misschien wel een aardig idee. Hij zei, ik help je, ik maak het in orde met de gemeente en dit en dat en doe zus, doe zo. Dus toen is dat gebeurd, toen heb ik dat bordje laten maken en nu zit het erop en wordt het vanmiddag onthuld. In dit huis schreef zij het boek Marijn bij de Lorredraaiers, een van haar bekendste boeken. Volgens De Jong een heftig boek over de slavernij. Het speelt in de Antillen, waar zij ook gewoond heeft. En daar is nog steeds, hier zie je ook weer een donker meisje te midden van de deftige publiek. En, maar je ziet ook een stukje slavenmarkt. En, daar gaat het over.